Wie is de grappigste? Zegt hij zonder blikken op Rome. Dat is duidelijk. Ja? Dat is echt waar. Ja, ik lach bij Breuk. Is het echt? Ja. Maar mannen zijn zo, mannen zijn zo. Ja. Ja. En wat doet hij dan zoal om jou aan het lachen te brengen? Ja, het is de grote ironieshow bij ons thuis eigenlijk. Ja. Ja. Flauwe moppen, maar ook gewoon. Ja, door de dag gezever en geleuter. En ook met de kids en dubbelzinnig. En dan voor de kids plezant, maar ook voor mij. Dus ja, lol. Tof. Dank u, schatje, daarvoor. Graag gedaan. Ja. Wie? Maar hier is het serieus, hè? Ja, ja. Oké. Sorry, sorry. 17 ja, de concurrentie is moordend. Wie is het snelst op zijn teen getrapt? Lange tenen? Heeft ze lange tenen? Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja, alles is lang, ja. Ja. Ben je zo licht geraakt, Hilde? Ja. Oh, en wat kan er jou dan zo uit je balans brengen? Het is te zien welke periode van de maand, maar in bepaalde periodes echt letterlijk alles. Wie is de grootste keukenpiet? En wat is nu het gerecht dat hij het lekkerste kan klaarmaken? Vitello Donato. Ja? Ja. Super lekker. Lekker. Wie is de luidruchtigste? Oei. Ja, Hilde, ja, hij dacht... Ik moest lang denken. Zichzelf. Ja. Luidruchtigste. Het is te zien. Ja, en waar, hè? Ja. Ah ja, natuurlijk. Ah, ja. Sorry. Dat waren ik weet niet. Ja, maar dat is een algemeen. Dat is niet specifiek dit of dat, hè? Ja. Oké, ça va. Wie is het meest milieubewust? Wie is het meest attent? En ze was nog dan zo scherp. Nee, dat is toch waar. Dat is keihard. Dat je elkaar dan noemt, is toch super attent. Ja, eigenlijk, dat is het ultieme bewijs dat hij attent is, hè? En ik zei ook, hè. Dat is pure liefde. Dat is liefde, ja. Dat is maar dat levert geen punten op. Liefde, dat levert hier geen punten op. Oké.